naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk... Als jij... Dit is quote. Letterlijk quote. Werd ik gebeld door mijn school. En is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Cultuur Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 880-2940. Tot dan. Wil jij werken als verzorgende medewerker of huishoudelijke hulp? Heb jij niveau 1, 2 en 3? Schroom dan niet en mail je cv naar info@bernadettazorg.nl. Welkom kijkers bij een gloednieuwe aflevering van Culture TV. En we zitten met de heer Asabina, hij is DNA-lid. En met hem gaan we het hebben over de overstroming in het binnenland. Meneer Asabina, een hele trieste situatie daar in het binnenland. De delen van het binnenland zijn onder water gelopen. Om als eerste te beginnen, is het al duidelijk waardoor dit komt? Kijk, we gaan ervan uit dat het te maken heeft met abnormale en zware regenval. En wat bekend staat als klimatologische omstandigheden. De natuur en het doet haar werk. In belangrijke mate heb je dat niet in de hand. Maar we weten en we beseffen ook, we constateren dat de aarde op een manier wordt en gebruikt, bejegend, welke niet goed is. Dus als we dat zaken en open en eerlijk moeten zeggen, dan zeggen wij dat de mensheid... Ja, de natuur op een afschuwelijke manier vernietigt. Wat maakt dat het evenwicht, ecologische evenwicht, ja, uit zijn balans gaat. En dan krijg je al deze situatie, ja toch, van te veel regenwater. En als er veel regenwater is, het gevolg hiervan is dat het water zijn weg moet vinden. En wat krijg je? Dat de rivieren... Ja, kreken over hun oeverstreden, met als gevolg dat land, ja, verandert, toch, in water. En we hebben de situatie in ons achterland, waar de meeste dorpen en grenzen aan rivieren en kreken. En je zou je kunnen zeggen, en afvragen waarom men is gaan wonen langs de rivieren. Dan zou je een duik moeten nemen in de geschiedenis, hè. Die mensen... hebben zich bevrijd, vrijgevochten. En ook ten tijde van het kolonialisme hebben we gezien dat die meeste plantages ook in de nabijheid waren van rivieren. Ja? Dus om even daarop terug te komen, in belangrijke mate hebben wij als mens op dit moment dat niet in de hand. Daarom moeten we maatregelen treffen om dat tot minimale proportie, die overstromingen, dat we wateroverlast krijgen, om dat tot minimale proportie terug te brengen. We hebben gezien dat sinds de start van die overstromingen in het binnenland, dat als eerste vicepresident zich heeft bekommerd om de mensen, heeft een bezoek gebracht, heeft pakketten gebracht. Het plan van NCCR, dat kwam weken daarna. Met de president erbij. Het optrekken van de VP en de president, die is niet te samen gegaan. Hoe is dat? Dus kijk, eigenlijk wanneer we praten over het land besturen, dan praten we over een regering. De vicepresident is in persoon als burger gegaan. Ja, en niet dat wij een kritiek willen leveren, maar we hebben kunnen constateren dat hij dorpen, gebieden heeft uitgekozen. En je zou je afvragen, is dat doorslaggevend geweest? De behoefte en de nood? Of heeft het politiek belang, en laat me zeggen, het meest gediend om te zeggen van luister, die en die gebieden kies ik. Maar dat laten we in het midden. Niet de vicepresident van de regering, niet een regeringsvertegenwoordiger is gegaan, maar de persoon Brunswijk. We vinden het jammer. En we verwerpen het dat
drie weken lang. En nadat de overstromingen begin zijn en gemaakt, dat grote delen van het achterland nog niet beschikken over de toegezegde voedselpakketten, hulppakketten. Ja, ik heb het over gebieden die zwaar zijn getroffen. Onder andere het Ampoma-gebied, dat is boven Marowijnen, is een heel grote concentratie voor Sma Etandapé. If you go naar Lawa, dit is maar Lawa nog iets pakket eten. Ja, dit is maar Matawai. 5-4 dagen terug was de president in het Matawai-gebied. En hij heeft die mensen beloofd, de pakket is kon. Ten aan is de pakket Nodoro. Boven Suriname vanaf Akyoni tot verder op Langu. Dit is maar nog eens nog een pakket eten. Toch? Terwijl die mensen ja, pijn lijden, leed hebben, ja, worden ze aan hun lot overgelaten door de regering. Terwijl de regering hier in Paramaribo, toch, met de breedste kant ja, van haar mond, beweert dat die mensen en tegemoet worden gekomen, maar dat is in belangrijke mate berust dan niet op waarheid. En dat is jammer, dat vinden we inhumaan, dat vinden we verwerpelijk. Ja, ik sprak al eerder dat de president hemzelf had aangegeven, ik ga die gebieden bezoeken. Tot nu toe in belangrijke mate heeft hij dat niet bewaarheid. Voor mij is hij alleen maar naar Pusugroene gegaan. Ja, als we afgaan op wat de vicepresident zegt, aan informatie deel met het parlement, dat vicepresident kon naar het parlement, dat attack, op vragen van het parlement, zegt hij, Mino Sabi Efusranang beschik over een rampenbeheersingsfonds. Ja, Anosabi lig VP, Anosabi. Ja, als regering weet, als regeringsvertegenwoordiger, Amanosab dat hij. Amanosabi ook toe, en Amaitaki tak ook toe, eigenlijk, heeft deze man Fruisi aan een regeringsaangelegenheid. Dat deze man schreef Moussouani, heeft de Wani Fruisi, dat deze man tegen de regering, heeft de Wani Fruisi of niet. Terwijl, alsof de regering niet verantwoordelijk is voor haar onderdanen. Da? Hoe vaak moeten die mensen, ja, zulks onder de aandacht brengen van de regering. We zien dat die woongemeenschappen, die stammen in het binnenland, op jaarbasis of regelmatig, kan die vanaf COVID, kon die niet horen, maar alle jaren, maar alle jaren, Libakrutu. En dan Libakrutu, de mij tekst strategische besluiten van de mij tieren in het gebied. Voornamelijk in Gramang, dan de regels, of regels moest kinken. En vaak, en zo zo, de mij actie regering hoe faciliteert in termen van financiering. Maar de nodige regering ook, en de regering, ik pik naar de actie dat die. Dat de kering sabitaki nee, desma in alarm kruutu disi, desma abin voornamelijk over duurzaam leef en woonmilieu. Dat want taki, de musma libi free, maar zou je in de praktijk, na dat die bigi concessie. Egi, no, wansani epsa, voor een bigi concessie na Jai Creek, voor Udu, pour Udu, en even pour alarm Udu, ook toe in belangrijke mate, na saaikisi, aher en ecologisch. Even weg, ik wil uit in balans. Maar dat heeft misschien te maken met ontwikkeling. Maar voor contractbakken, tap de sandici, wees je dat je alle jaren ook toe, de districten en die districtplannen in. En ook daar in die districtplannen, dus maar ik kom naar duidelijke, werkbare, uitvoerbare en relevante projecten en programma's voor de gebieden moest ontwikkelen. Maar toch wees je dat je de sand niet vindt plaats. Nogmaals, in een case DC. Hoe vind je dat Gralanti moest draaien aan uw parabool? Het kan niet dat je het volk in de steek laat op deze manier. Want Gralanti schreef je dat niet als een situatie nog bij boem. En een belangrijke exemple, nadat Gralanti schreef met de meeste spoed aan ministerie voor onderwijs tap Aladdin's corona naar binnenland, naar de getroffen gebieden, de man evacueert Aladdin leerkrachten. Maar deze man zei etandapé. Moest hij naar shit. Sorry dat ik dat niet. Ja? En nu, straks is er een paasvakantie. Dus die kinderen in die gebieden waar die scholen zijn getroffen. Ze zitten met de handen in het haar. Weet je waarom? De Nosabi, eigenlijk ze mogen fluiten naar hun tweede kwartaal rapporten. Wat er nog is. En wat je ook ziet, is voor de zoveelste keer. Ja, het kind van het binnenland. Het kind van de rekening wordt. En dat is jammer. Ja, dat is echt jammer. Dus, mitakikba, taki, garalanti, aan de eerste lezing asanja emitunu. En als een regering is, die het heeft over een beleid op het gebied van milieubehoud, natuurbeheer,
Dan een regering, je een speciale ministerie de, voor ruimtelijke ordening en milieu. Dus je zou je afvragen van, no, je zou bijna kunnen zeggen van nee. Sabine, als ik het zo hoor, dan, en we weten ook dat het niet de eerste keer is dat het binnenland getroffen is door zo'n ramp. En we hebben tot op dit moment geen nationaal plan om dit aan te pakken, een rampenplan om dit aan te pakken. En we zien nu dat het onderwijs ook onderbroken wordt voor de leerlingen. Hoe wordt dit behandeld in het parlement, onder de regering, onder de coalitie en oppositie? Hoe gaan jullie hiermee om? Dus in dat kader hebben wij van de oppositie een spoed en DNA-vergadering aangevraagd over deze wateroverlast. En ik moet zeggen dat tot nu toe vanuit de leiding van het parlement wij geen enige respons hebben gehad. Op dit moment vertoeft een delegatie onder leiding van de voorzitter in het buitenland. Gisteren is ook een andere delegatie onder leiding van de ondervoorzitter vertrokken naar het buitenland. Er is ook een delegatie onder leiding van de fractieleider van de coalitie in het buitenland. Ik ben de telling kwijt. Het aantal regeringsdelegaties die in de afgelopen 3 weken in het binnenland en in het buitenland hebben vertoefd, dan wel nog steeds vertoeven. Dus nogmaals, om even terug te komen, het bevreemdt ons ook, hè, dat ondanks het feit dat de regering zegt natuurbehoud, milieubeheer is een belangrijk speerpunt van het beleid, vinden wij dat niet terug. Ja, in situatie welke zich voordoen in de praktijk, zoals dit concreet geval. Ja, het gevoel bekruipt ons, het komt ons voor, dat de regering zit te bakkeleien over zaken betreffende de aanpak. Hoe moeten we het aanpakken? Welke snelheid moeten we eraan geven? Wat is de omvang van de hulp? Ja, het is niet de eerste keer. 2006 hebben we Falawatra gehad, eerder ook. En voor mij na 2006 is dit de derde keer. Dus, men praat over zaken als een best practice. Toch? Ja, best practice. Waar zijn die best practices? Waar zijn die lessons learned? Ja, in feite zou NCCR met een druk op de knop toch in actie moeten komen. Maar wat we gezien hebben, als we afgaan op wat de vicepresident 2 weken terug met het parlement aan informatie heeft gedeeld, dan heeft de regering na een week van wateroverlast bijeengekomen en het besluit genomen om 6 miljoen beschikbaar te stellen. Maar als we afgaan op de informatie vanuit het veld, dan vragen wij ons in gemoede af, per 6 miljoen go, want is man of in de pakketten. Dit is man of in de pakketten. Toch? Dus, onosapsa ipsa, maar dit doe je onderdanen niet aan. Toch? Die mensen die getroffen zijn, ze hebben dit niet verdiend. Dus we actieregering, ja, make them aan een paraboto. Want dit is nog kan. Dit kan niet. Ja, want de regeringsautoriteiten zelf, nu bouwen we in die situatie die zie. We zien dat in het Boven-Suriname gebied bepaalde heel veel scholen de onderwateramoro. Dus in feite zou het onderwijsproces daar hervat moeten worden. Maar we zitten dat de manier doen. Omdat de manier, vooral als we afgaan op de signalen van de meteorologische dienst, dan is er op korte termijn geen zicht op drastische verandering. Trouwens, als we de seizoenen zoals we die kennen, ja, toch in ogenschouw moeten nemen, dan ook een grote regentijd. Dus ik voorzie als leek, toch? Mijn voorzie het ergste, als deze aanpak de aanpak is, toch? Die de regering, toch? Etaleert naar de samenleving. Dit kan niet. En we zien niet dat er iets gedaan wordt om te zeggen dat er op middellang en lang termijn dat de regering een trefmaatregel voorkom of verminder, ja, het druk die ze naar een acquisitie gieden. Wat ontberen de mensen zoal in het binnenland met deze ramp? Kijk, voedselbronnen zijn verloren gegaan. Daar heb ik het over kostkrontjes. Want dit is maar bij Libi voor de kostkrontje. Dit is maar bij Libi voor de visie. Maar je nou kan geen visie nou nog maar ook. Want dan heb je overstroming, ja. Dus je nou maar voor beti moro voor de visie. Ja toch? Je nou maar voor ontimoro. Ja, ala meti gwete mindri abusi. Ishi?
Dus al die dingen spelen. Water, drinkwater is een belangrijke prioriteit. Ja, ik ga door voor zoomen. Vijf maar pot staan voor kies water. Nyang, voedsel en slaapbenodigheden zijn die meest en urgente zaken. En nogmaals, het is niet de eerste keer. Dus het draaiboek moet daar zijn. Voor zaptakteren situatie, ja, als calamiteiten, ik doe ervoor. Varekeren moet handelen. Ja, dus nogmaals, uno sabi, san, pe, waar de schoen ring. Waar de onzichtbare hand is, zodanig dat wat de regering hier in Paramaribo met de mond beleidt, waarom die mensen dat in het achterland, in die gebieden die getroffen zijn, dat niet kunnen beleven. Wanneer we praten over onderwijs, we weten dat de start van het onderwijsproces in het binnenland ook al stroef ging. En waar de COVID, en dat waren allerlei excuses die opgehaald konden waarom het proces in het binnenland moeilijk werd. Met dit, dat nu is gebeurd, is er weer een ander excuus wanneer het aan het eind van het schooljaar anders lijkt. Klopt. En daarom zeg ik, kijk, die mensen in het achterland, die ouders, die leerlingen, die schoolgaanden, die weten niet waar ze aan toe zijn. Onder zo'n omstandigheid, in zo'n situatie, zou het ministerie toch in regelmatig contact moet zijn met die leerlingen, met die ouders, om ze moed in te spreken. Ja, voor de lasgroep. Ja, om in voorkomende gevallen, hoe moeilijk dan ook, voor de stof, isabi, voor alle fasie, voor de loco de stof, nanga de wandati. En misschien zou je ook een beeld kunnen geven hoe de toekomst eruit ziet. Maar dat niet vindt plaats. Ja, ik was afgelopen weekend bij de natap en boven Suriname gebied. Ik was helemaal vergeten. De man tegen me tak jong. De man bij Chamigo wang na bij de na gengestong. En beneden dingen, niveau, dat is kleuterklas. Dus dat ben ik mijn gilles naar recreatiezaal. En ik vind ook bijna heel dag wang zakken. Dat meteen, want dat lukken op monden zei ik om. Dat was afgelopen week maandag. Dat om ik een foto te drinken naar school. Toen scoorde men het te binnen. De man zei dat niet scoren dit ook, want alle die leerkrachten goeien. Toen dacht ik, oh, ay jong, scoren dat op zee. Ja, dus nogmaals, ik weet niet wat ik ervan moet zeggen, maar deze bejegening hebben die mensen niet verdiend. Is er ook sprake ervan dat de regering een beetje, zeg maar, zolt met het leed van de mensen? In de zin van dat er worden berichten gelanceerd dat iedereen wordt geholpen, dat er pakketten komen naar de mensen. Dat ze een beetje propaganda aan het voeren zijn. Want als je ook kijkt naar de manier waarop de VP en de president zaken doen. De VP gaat als eerste in eigen persoon. Als de persoon Brunswijk, niet als de VP. Daarna trekt hij naar Saramaka. Dus hij is de president voor in alles dat er gedaan moet worden. Alleen om als eerste daar te zijn als gezicht. Dus, en dat is het toch. Kijk, de samenleving, het volk, kan nooit slachtoffer zijn, mag nooit slachtoffer zijn van politieke en touwtrekkerij. Ja, want dat zien we in de regering. Eén partner, ik ga je van thee, andere partner, ik ga je van thee, andere partner, ik ga je van score, maar andere partner. Terwijl, met de breedste kant van hun mond, de regeringsleiders, de president heeft aangegeven, eenheid in bestuur, eenheid in leidinggeven. Maar de realiteit is daar. En we zien constant het tegenovergestelde. En dat kan niet. En wie wordt de dupe ervan? Die arme mensen. Toch? Buiten hun invloedssfeer om worden ze slachtoffer van deze politieke touwtrekkerij tussen die coalitiepartners onderling. Hoe kan het binnenland zijn eigen ontwikkeling in handen nemen? Want het binnenland zit vol met alles dat eigenlijk de rest van de districten bekostigt. Ze hebben goud, er is bosbouw, er is van alles daar in het binnenland. Maar toch zijn het de andere districten die het meest vooruit gaan in de ontwikkeling. Wat gebeurt met het binnenland? Hoe kan het binnenland genieten van de rijkdommen die uit hun gronden worden gehaald? En de multinationals die hun gebieden in palmen. Hoe gaat dat? Dus we hebben meermalen dat gezegd in het parlement. Wat je moet doen, je moet de ontwikkeling regionaliseren. Als elk land, vlak hier eigenlijk, we hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. Laten we delen in de lessons learned.
Laten we delen in de best practice van Frans-Guyana. Als je naar Frans-Guyana gaat, dan ga je ontwikkelingscentra zien. Grassanti is daar, Maripasula is daar, Apatou is daar. En zo zijn er andere plaatsen. We zijn vaak... De president is zelf gegaan naar Nederland, toch? Hij heeft gesproken. Maar een belangrijk speerpunt van het beleid is bij die bespreking niet aan de orde gekomen. Decentralisatie. Terwijl met decentralisatie, ja, je die gebieden, die regio's in staat stellen om hun eigen ontwikkeling zelf ter hand te nemen. Hoe vrij zou het niet zijn als, laat maar zeggen, in Nigeria bij wijze van praten, die Nigerianen bijvoorbeeld inkomsten en vermogensbelasting die men daar heffen op onder de goederen, dat die middelen daar in het district konden blijven. Hoe vrij zou het niet zijn als, laat maar zeggen, verordeningen zou worden geslagen door die districten zelf om te blijven bij Nikeri en de kostenheffingen met betrekking tot begrafenissen, heffingen met betrekking tot milieu, maar ook een deel van die winsten, ja, die voortvloeien uit en de inkomstenbelasting, winstbelasting, konden blijven in dat district. Nou, dan is dat wist je dat de trapressie toch, even naar België, je kiest je gemeente toch. Je kon naar Nederland, ja, die gemeente en dergelijke. Toch? Maar nee, alles willen we hier centraal houden. Toch? Patronagepolitiek. De centrale overheid, mina bigibasi, mina mang, na mi etaki suma muskisi na ngadati. Brokopondo bijvoorbeeld, er is een multinational. Ja, toch? Rosebel Goldmine is daar. Toch? Ja, het resultaat, de winst van Rosebel Goldmine, de inkomstenbelasting win, lukken het leggen naar Brazil belastingkantoor, ja. Ja, de maïpoting. Ja, toch? Alle heffingen die te maken hebben met ontwikkeling, dan wordt mijnen, toch? Enkel heeft te maken met een vernietiging van de biodiversiteit. Want het district Brokopondo Wege is rijk aan natuurlijke hulpbronnen. Maar alleen goed dat die, ik kon een foto. Ja, toch? Ja, er zijn heel veel ondernemers, niet alleen in Brokopondo, in alle districten. Belastingdienst, de activiteiten die plaatsvinden buiten het fiscaal circuit. Recentelijk heb ik gehoord dat de informele sector niet 30%, maar bijna 60% is vertegenwoordigd voor de economie. Dus als je dat in het legaal circuit, fiscaal circuit brengt, en zeggen van leugen, zo'n deel blijft in die districten, me denk je, Asranamborgu. Amma na moro spirit amma tak me paya belasting wan misabi tak temi pay belasting na Brokopondo of na Nikeri of na Saramaka me sita ki amuni sami pay na Saramaka de landboard ape de mai potu amuni de ma sita ni amuni dati word bestem fu isabi a infrastructure a irrigation system de mai do send dat na de money en ook op lokaal niveau op jaarbasis de mai gi verslag verantwoording van lokono uit de money sa go na foto uit Saramaka 30% Libigaso en 30% na disi mi doing. Dat komt tot ontwikkeling. Maar vanwege nee, Paramaribo moet alles bepalen. En die districten, PUC Taki, a politiek, ja, de doorslag geven. Bijvoorbeeld, if Marowene, bijvoorbeeld, Smaf Marowene, dat is dat afaya elite, dat ik ook prati, aman kan prati, dat mij prati gi Marowene. Dat bijvoorbeeld Paramagans gebied neerkies. Waarvan of beleid bij de voorspelbaar tegen dat je zegt, die zin naar die zin, ik hoor het thuis naar Paramagans gebied, dat ik naar Paramagans gebied. Is toch een, ik weet niet onder welke nummer ik moet brengen, dat ook in het Paramagans gebied een multinational actief is Newmont, maar ook alleen door voor Samsung voor Paramagans gebied zelf. Ga daar, dat is een soort ontwikkeling, je ziet dat. Je ontwikkeling nu dat. Toch? Terwijl je gewoon a decentralisatie gedachte, ja, in de praktijk, ja, heb je vinden plaats, dan zou je sowieso de situatie krijgen dat een deel van de koek zou blijven in het Paramagans gebied, van de dorp Esungu, met een fluitje, de man vindt dat, nee, we gaan een ontwikkelingscentrum opzetten, zoals de Fransen, Guyanese het doen, en misap taki, de Fransen net abrasief stranali, Marowene rivier, pedensima, voor Paramagans gebied etang, die Fransen zijn bezig, een heel groot, ja, ontwikkelingscentrum daarop te zetten. En wat ga je gaat de situatie krijgen dat heel veel Surinaamse onderdanen de overstap zullen maken naar de Franse kant om te wonen, om te werken en om te leven. Meneer Asabina, dank u wel voor dit moment en we hopen u weer te spreken.
Dag Holland, ik wil daar komen, Holland. Ik pin naar hier als een raad. Wambari teana, wogoluku na kulturu teife. Tam sabaka gang, de Canada pe wang. Yeah. Hey for it new, go look up to new. Kulturu yunsu, paste fastrati zref buntu. Unde baniu, sadef arkina new. Kulturu yunsu, paste fastrati zref buntu. Suriname so een hele klan, mago dek ti hele kwan. Weshi, alas my sari, alas my bari, my efu bondru kwa wang, tak wesre kama masra lang, be no wansoma, no abif kwari, no abif sari, yeah, be ya kriyoul, ya fans of shini, esha idoule in distance of enemies, dambo taki, on the right place, different colors, one stage. Go, 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 be alo de gro. Be we la fuwa zai gesta kai go. Be koro sina nga lei tek blow. Yeah. Be ho horde gi apina folo. Be deskapuri e si jano wolo. Be te dry de ne juki anga dolo. So, so, man, it's a biggie, biggie. No, we go axa for luck. If the low babble late, we go arca problema food. They smile in the wake and really be sweetie. So long, house I pay you the west wing committee. Yeah, drug tap a link, make who's telling a praise. Sterker can well want united say way. We can a gemeenschap, we do a roko, but then a gereedschap. And we the almighty thanks and praise tak. Back in the week in our way, that is the lace blood. What's I'm a lace cut? Statisticus review for week that. Yeah, hacha is taken a kill cut. Bit quadoro mis cut what you with that. Kulturu teife. Kulturu.com na anjusu wechari. No fake, no joke, ja anjusu prespari. Efu bondru kwa wanda mine kouda ushwari. Ja anjusu nesari, why begin te waklari. Subscribe and share, make the fans fi arki. Ja weli bu no prati, u ape in ei parki. We de tapas trati, ka kwanga i kragi. U de borei dwen. Aksa falok fai gwanga de steiging. Efu vergelijk ding. U ababo weis dweng. Da uka verweis ding. Bona beleis ding. A probleem fa falok na de steiging. Dat bek weta minta falok fu de ta eis ding. Wat upo weri koma fu de kotis geen ding. E ufu nap de feng. Day for its news. Sto look up chi news. Kulturu nyunsu, paste fastratis refbuntu. Udeba niu, sadef arkina niu. Kulturu nyunsu, paste fastratis refbuntu. Kulturu teife, pe anyunsu nele.
even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk... Als jij... Dit is kort. Letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. En is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Cultuur Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 880-2940. Tot dan. Thank you.